Het wordt steeds moeilijker om aan vaccins te komen. Dit zei Javier Atsin, voorzitter van het Nationaal Coördinatieteam COVID-19, zaterdag tijdens een openbare vergadering van de Zorgraad. De voorzitter stelt dat er uitzonderlijke redenen zijn waarom Suriname een van de landen is die moeilijk aan vaccins kan komen. De vergadering is de eerste openbare vergadering van de Zorgraad en is gehouden in de ballroom van het La Larouque-gebouw. Dat vanuit van de veilige effectieve vaccins. Dus van de 4 vaccins die veilig en effectief gebleken zijn en die we hier in Suriname gebruikt hebben, zouden we doorgaan met Sinopharm en 1 van de 3 andere die het meest populair was. Nou, dat is verreweg Pfizer. Dus hebben we vooral ingezet op Pfizer. Het ziet er naar uit dat we 45.000 doses krijgen die verlopen eind januari. Maar die 45.000 doses zullen we ook waarschijnlijk wel gebruiken in januari. Dus dan zijn we in januari gekofferd. Maar het is heel moeilijk plannen. Asin zegt verder dat er 2 redenen zijn waarom de doses zo moeilijk te verkrijgen zijn. Onder andere de lage vaccinatiebereidheid en omdat er in Suriname recentelijk vaccins zijn vervallen, spelen een grote rol. Volgens Asin zal het beleid van de autoriteiten aangepast moeten worden. Hij attendeerde de samenleving erop dat er nog steeds grote gevaren dreigen met de aanwezigheid van het coronavirus. We gaan niet met pakken neerzitten natuurlijk, het klinkt niet vrolijk wat ik net verteld heb, maar dat is wel onze realiteit. En dus we gaan voor een 3 speerpunten beleid. En dat heeft met name te maken met die 5 gevallen. Ik heb er de afgelopen weken al vaker voor gewaarschuwd. Ik word er niet in dank afgenomen, want ik ben een zijnvisser, ik ben een negatieveling en ik houd de bevolking in zijn greep. Maar het is wel de taak om te waarschuwen wanneer er onheil op ons afkomt. En het is niet te verwachten dat de 5e golf aan Suriname voorbij gaat. Wat wij wel kunnen doen, is om de gevolgen van die 5e golf te beperken. En dat zullen we doen door zoveel mogelijk mensen te vaccineren, volledig te vaccineren en te boosteren. Voorzitter Asin van het Nationaal Coördinatieteam COVID-19 zegt. Hij zegt tenslotte dat het nodig is om de samenleving uit te leggen waarom de boostershots nodig zijn. Hij voorspelt dat de 5e golf een feit zal zijn. Dit heeft vooral te maken met de Delta en de Omicron variant. Wat het laatste variant betreft is nog steeds niet veel bekend. Wat tot nu toe bekend is, is dat de Omicron-variant van het COVID-19-virus vele malen besmettelijker is vanwege de vele mutatievormen die het aanneemt.